Jullie zijn er al, goedenavond. We gaan de carburateurs eruit halen. Op zich is er niks mis met de carburateurs. Omhoog draaien, schroevendraaier erin steken. Tada! Ja, het is lomp, ja, het is bruut, maar het is wel klaar. Nogmaals, deze reparatie ging dus niet om de carburateurs, maar om de waterpompkering die ik half jaar geleden vervangen heb. Wat dus niet goed is gelukt op de een of andere vage reden. Hij blijft maar lekker. We hebben al dingen gedaan. Ja, eigenlijk ben ik het gewoon ronduit zat en dan sla ik hem er gewoon uit. De kering die erachter zit is nieuw, dus de rubberkering komt er weer niet bij. Want die is gewoon nieuw. Dus daar hoeven we niks aan te doen. Dus ik laat je nou ook zien wat je wel kan. Dat kunnen we gewoon laten zitten. Het is altijd fijn als mensen bedradingen extra aanleggen in de machine. Let op, je gaat die dan. Zou toch moeten kunnen? Zo. Heeft u het gezien? Carburateursvrij ruimte. Gaan we een stapje verder. En ik zie hier ook gewoon de nattigheid en de vieze oliebende. En die komt hier vandaan. Dus die kleppendekselpakkingen zijn ook slecht. Die gaan we ook repareren. Maar. We gaan eerst eventjes wat meer dingen loshalen. Mijn verzoek is om steeds nieuwe inbusboutjes hierin te draaien. Hoor die oude weg, die zijn vaak verrot gedraaid en je krijgt er alleen maar problemen mee op het moment dat je ze niet los krijgt. Maar dan lig ik te lachen. En als je er nou nieuw in draait, dan kun je ze ook weer makkelijk vastzetten of losdraaien. Ik zelf pak eigenlijk altijd nieuwe boutjes. Nou. De waterpijp gaan we los trekken. Zo. Deze klemt ook niet. Het is eigenlijk allemaal een beetje zweterig hierboven. Zou het dan misschien van bovenaf komen, maar dat zie ik dan weer niet. Ik zit hem gewoon vooral hierin. Hier ook, daar ook. We gaan de boel schoonmaken. Want eigenlijk ben ik het spuug zat. Ik heb er al werk aan verzet. En deze lekkage wat hier naar voren komt, dat mag eigenlijk helemaal niet. En dit is droog, daar had ik eigenlijk problemen verwacht. Ik heb wel eens meegemaakt
dat hij via het boutje kon lekken. Maar dat is bij deze niet het geval. Ik krijg hem er ook niet uit. Vorige keer wel. Zo. Zet de bende. Ja, het is weinig te zien zo, hè. Knap ben ik ook niet. Lekkere wijven lopen ook niet rond. Het is eigenlijk wel een beetje saai allemaal. Ik kan er niks aan doen. Terwijl ik jullie sta te filmen, ben ik toevallig een ander filmpje aan het uploaden. Mijn computertje staat ook in de schuur nu eventjes. Ik ben er wel druk mee bezig. Nou, eigenlijk wil ik deze deksel loshalen. Zodat jullie even mee kunnen kijken. Die is ook droog. Met droog bedoel ik het schroefdraad. Soms heb ik het één keer meegemaakt dat de lekkage via het schroefdraad was. Ja, mag ik niet zeggen. Maar dan... dat was domweg kit gebruiken. Wat? Kom op. Ja... Domweg kit gebruiken en dat lekkage op die manier dichten. Het is soms niet anders. We gaan maar weer die boel schoonmaken hier al. Voor dezelfde keer. Ik film dit ook expres om te laten zien aan Henk dat het toch degelijk aan gewerkt wordt. Als het nou niet meer dicht is, dan heeft hij pech gehad. Want dan kan ik het niet oplossen. Ook dat gebeurt af en toe eens. Nou, daar gaat hij dan. Gaan we kijken. Nou. Pakking zit erop. Wat ik zie, was hier een vuiltje net. Daar mist een stukje. Hoe dat is gebeurd, weet ik niet. En toch heb ik er geen vertrouwen in dat dit de oorzaak is. Ik ga... Natuurlijk is dit een oorzaak, maar dat kan het niet verklaren. Dus dat... Die is sowieso lek, maar wij hebben toen niet die waterpompkering vervangen. En die ga ik toch echt bewust vervangen, want ik wil Henk niet terugzien. Het moet nou gewoon goed zijn. En het laatste vervangen, dat laat ik ook zien. Zit ook vast. Ook geen probleem dus. Maar als dat dan goed is, dan moet die droog zijn aan de binnenkant. En dan hoop ik. Ja. Hij zit wel los netjes. Hij is hier droog aan de binnenkant. De ring is ook droog, dus die zou goed moeten zijn. Nou. Omdat ik geen vertrouwen in deze kering had, zowel boven als onder lekte die, dus we hebben al gewoon alles geprobeerd, ga ik hem er nu uitslaan. Scherpe schroeven draaien op het randje. Ja, dat is. Ja, sorry jongens. Hij was wel heel dus. Ah, daar is die los. We hebben hem dus nu echt kapot getrokken, expres. Nou, jammer, deze was toch goed. Nou, hier zit wat vocht, maar twijfelachtig. Maar dat is nou net de hele tijd de discussie van dit ding.
Het is steeds twijfelachtig. En ik wil het goed hebben. Ja, was de goede dure. Het was toch een goede. Nou, niet meer dus. Nou moet ik hem eruit zien te krijgen. Nou, zie maar hoe ik het doe. Waterpomptang, gaat hem niet worden, geen ruimte voor. Priem, priemetje. Daar is de priem. Even kijken of we die in kunnen prikken. Oeps, ging zeker niet goed. Oh, wat ben ik er aan begonnen? Er wel dieper in, maar het moet eruit. Ja. Wel komt hier een stukje. Okay. Gewoon geen ruimte voor, hè? Gewoon geen ruimte voor. Hij draait wel rond. Ik krijg hem verdorie niet uit. Valt hij er weer in? Het zijn van die momenten dat ik denk wat. Waarom?
Hij draait wel rond. Ik kan hem. Nou, moet er toch uitkomen. Dan gaat er alleen maar dieper in. Nou, wat er even niet vrolijk van. Even niet vrolijk van. Kleine tangentjes proberen. Dat is wel lekker vast. Vaak zo, hè? Als dingen fout gaan, dan gaan ze altijd goed fout. Ik ga het jullie even uitzetten, want ik moet even nadenken hoe ik dit oplos. Ik weet het ook niet. Tot later!